Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Na de verloren wedstrijd tegen AZ 0-3 werd er thuis verloren. Ja, en dat was teleurstellend. En dan vraag je ook aan de aanvoerder Bram Nuitink. Ja, waar lag het dan aan? Ja, dat vroeg ze me net ook. En dan het is moeilijk antwoord te geven gelijk na zo'n wedstrijd. Want in het veld voel je ook dat je niet dat we niet op ons niveau spelen, denk ik. Ja, dan vraag je af waar komt dat door en je probeert dingen om te zetten. Ik denk dat de trainer dat ook probeert en dat proberen wij zelf. Je probeert meer mensen aan te sturen, maar soms dan lukt dat niet. Ja, dan vraag je af waar komt dat door en dat weet ik nu ook niet. Nee. NEC had toch wel veel balbezit, vooral in de eerste helft. En toch werd er maar weinig gecreëerd, trainer Rogier Meijer. Ja, ik denk dat we de eerste kwartier eigenlijk hartstikke goed speelden en ook fris naar voren toe. Zonder echte kansen, we houden ze schot van Charon. Dan wordt het 0-1. Nou, dan zie je dat AZ het nog wat kleiner naar achteren maakt. Ja, dan moet je goed aan de bal zijn, om er doorheen te komen. Ja, en ik vond dat te veel spelers daar gewoon niet de topvorm in hadden vandaag. En dan kun je tegen AZ niet genoeg afdwingen. Wat zei de trainer in de rust? Dat wij niet zo ver zijn om duels op net op 90-95% te spelen en hem net wel of niet te winnen. Dat kunnen wij niet. Wij moeten daarin scherper zijn, we moeten daarin beter zijn. Want dan zijn wij goed en dat hebben we altijd laten zien. En vandaag mist hij dat misschien een beetje. En dan kom je niet in het spel. En, terwijl ik wel denk dat we goed begonnen. Ja, je probeert van alles uiteraard. En je probeert ook, Koda gaat naar rechtsback, dan wordt die extra middenvelder in balbezit. Je probeert Sontje en Silla. Alleen ja, nogmaals, uiteindelijk bepaalt ook wel de kwaliteit aan de bal of je tot kansen komt. En je hebt gezien met de voorzetten, met de passes waren we gewoon niet scherp genoeg. Of ja, niet kwalitatief goed genoeg. Dus ja, dan gebeurt dit wat we hebben gezien. AZ deed er ook alles aan om met jullie te frustreren, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, zij zijn... Zij weten ook waar het om gaat. Hè? Zij hebben ook voor hen is het ook een belangrijke wedstrijd, die punten. En dat kan je zeggen dat ze dat slim hebben gedaan. En dat is soms irritant, maar dat is het voetbal en dat hoort er wel bij. Wij zouden ook hetzelfde doen als het andersom was geweest. Dus daar lag het niet aan. Die 2-0, buitenspel, dachten jullie allemaal. Wat ging daar mis? Ja, ik weet niet wat die actie vooral was. Voor mij hadden wij de bal, dacht ik. Die verloren wij vrij makkelijk. Of we verloren weer een duel, dacht ik. En, dan loop je achteruit en er kwam iemand terug van buitenspel en wij keken een beetje naar hem. Dus hij stopte volgens mij een soort van. Ja. Dat zeiden we ook tegen de scheids van, wij stopten. Omdat hij echt naar die bal toe ging. En dan komt iemand anders overheen rennen en dan is het geen buitenspel meer. Maar wij hadden wel het gevoel dat die bal naar hem ging en dat we daar konden stoppen. Dan was er ook nog een andere domper voor NEC, want in de eerste helft viel Philip Sandler uit. Hoe is het nu met hem? Ja, dat moet blijken. Uiteindelijk gaf hij aan last te hebben, dus moest hij eraf. En dat zal de komende dagen blijken. Ja, hij had al wat last van pijntjes of was het echt nieuw? Nee. Hij had nergens last van. Hij voelde bij een schotblokje iets en daarna bij de volgende paas nog iets. Dus ja, daarom hebben we hem eraf gehaald. En hij was fit, om aan een wedstrijd te beginnen. Ja. Ja, vrijdag zei ik al, is NEC al zover? Is het al een subtopper wie een aantal topwedstrijden achter elkaar kan spelen? Of was die klap dan toch te hard na de nederlaag in de Kuip, de bekerfinale die verloren werd? Nou, kijk, het is wel zo dat je NEC bent, dus we zijn geen topploeg die en een grote, hele grote selectie heeft die veel door kan wisselen en weet ik veel allemaal. Dat hebben wij niet. Daarnaast zul je nu mensen zoals vandaag Philip hebben met pijntjes die dan niet kunnen spelen. Bart van Rooij die eruit ligt. Ja, dat zijn toch wel, krijg je die pijntjes en als die dan uitvallen, ja, dat zijn toch wel belangrijke spelers ook. En ja, dan mis je misschien dan net die scherpte of zo, wat het is. En als je het zo beredeneert, dan kan je zeggen, dat kunnen wij niet, maar ik denk dat wij dat wel kunnen. Alleen ja, soms heb je dus een wedstrijd tegen een topploeg die je dan niet pakt, waar je die de afgelopen keren wel hebt gepakt. En zo is dat dan vandaag. En ik denk dat wij enorme goede ontwikkeling hebben doorgemaakt als club en als elftal. En die conclusies die zijn voor andere mensen. Wij gaan ons nu richten op de komende 3 wedstrijden. We staan 2 punten achter op Ajax, dus dat is zeker nog mogelijk. En anders gaan we 2 finales spelen. Goed, trainer Rogier Meijer gelooft er dus nog in die plek 5. Zo niet, dan worden er 2 finales gespeeld om toch een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen hier in de Goffert. Er zijn nog een aantal punten te verdelen, dus de competitie gaat verder volgende week weer. Maandag zijn we er met de nieuwe NEC-update live. Natuurlijk de uitzending om 9 uur op de radio. Komende week ook weer gewoon in de podcast te vinden. En wij zijn heel snel weer terug met een nieuwe update. Ik zeg graag tot dan.